Hallo en ja, opnieuw van harte welkom. Ik zou het eerst eventjes graag willen hebben over relaties. We leven hier in een maatschappij waar dat het de bedoeling is dat we toch wel kunnen samenleven. We leven in een samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat we wat met iedereen overweg kunnen zonder dat we onszelf daarin gaan verliezen? Wel, van jongs af aan leren we om met anderen om te gaan. We hebben onze ouders, we hebben onze leerkrachten, we hebben onze vriendjes. Op latere leeftijd komen daar dan ook nog liefdesrelaties bij. De banden met familie, met vrienden, met kennissen en ook met collega's. Hoe zorg ik ervoor dat ik een goede band kan opbouwen en ook onderhouden met die verschillende entiteiten? Wel, er zijn een aantal bouwstenen. Bouwstenen die kunnen helpen tot het vormen van goede relaties. Allereerst heb je de eigenschap die je kan helpen, is de eigenschap van het kunnen delen. Kunnen delen en kunnen geven. Soms zegt men dat wel eens, in het leven moet je kunnen geven en het is geven en nemen. Het delen is ook wel belangrijk. Een delen van materiële dingen, maar ook emotionele dingen delen en ook het delen van bepaalde inzichten, een bepaalde wijsheid. Kan allemaal helpen bij een relatie. Een tweede zaak is de hulpvaardigheid. Mensen kunnen helpen. Onvoorwaardelijk, dus zonder dat je daar iets voor terug verwacht. Geen verwachtingen, gewoon onvoorwaardelijk kunnen delen. Dat is een zeer mooie eigenschap. En dan een volgende is positief zijn in hetgeen wat je zegt en hetgeen wat je doet naar anderen toe. En dan een laatste bouwsteen is de continuïteit. Dus in alle drie voorgaande dat je continu hetzelfde doet. Dat je niet de ene dag zo, de andere dag anders. Dat schept ook een band en dat schept ook vertrouwen. Nu, ik heb daar net een aantal groepen van mensen waar dat je banden mee kan opbouwen, en goede banden. Maar het kunnen ook mensen zijn die je dagelijks tegenkomt in de winkel, op straat, de andere weggebruikers, mensen die je helpen in de winkel. En dat zijn eigenlijk ook wel mensen waar dat we beter een goede band, al hoef je die niet alle dagen of zelfs misschien nooit meer te zien. Het is wel leuk om zelfs met die mensen goed overweg te kunnen. Goed, wat de belangrijkste relatie van allemaal, met wie is dat? Met welke groep is dat of met wie is het allerbelangrijkste dat je een goede band opbouwt? Ja, dat spreekt een beetje voor zichzelf, dat is met jezelf. Met jezelf een goede band opbouwen, jezelf accepteren voor wie dat je bent, jezelf durven onder de loep te nemen zonder al te streng te zijn voor jezelf. Jezelf accepteren, jezelf een soort van zelfbewustzijnsniveau behalen. Men zegt, en terecht, je kan pas van een ander houden als je van jezelf houdt. Je kan pas een ander helpen wanneer dat je jezelf helpt, wanneer je zelfredzaam bent. Je kan pas echt liefdevol en vriendelijk zijn naar anderen toe als je dat ook naar jezelf kan zijn. En zelfrespect, zelfzorg zijn een beetje de basisbegrippen in het begin van elke goede relatie. Dus belangrijk is dat we zorg dragen voor zowel onze fysiek als onze fysiek welzijn als ons mentaal welzijn. En dan komen we weer tot hetzelfde punt en dat is het punt van het belang van meditatie. Meditatie zorgt ervoor dat je je geest kan laten rusten, je bewustzijn kan laten zuiveren, zodanig dat je een klare kijk krijgt op jezelf en ook op de mensen rondom jou. Want heel belangrijk in elke relatie, ook de relatie met jezelf, is respect en de nodige gezonde empathie. Goed. Ik hoop dat ik daarmee je wat heb kunnen adviseren of
dat ik een paar dingen heb kunnen delen waar je iets mee bent. En dan gaan we samen even tijd maken voor onszelf en we gaan eventjes samen mediteren. Dus je zorgt ervoor dat je heel gemakkelijk zit met een rechte rug, je nek ook recht en je lichaamshouding is een houding waarvan je denkt, oké, hier kan ik een tijdje niet verkrampt, niet geforceerd, kan ik toch een tijdje zo blijven zitten. En wanneer dat je er klaar voor bent, dan mag je heel rustig en heel kalm, mag je ogen sluiten. Haal maar eens diep adem, in en uit. En heel belangrijk is dat we nu even ons lichaam de tijd geven om zichzelf te ontspannen. We gaan de nodige tijd nemen voor onszelf. En alsof het de eerste keer is dat we mediteren, nemen we deze tijd om onszelf tot rust te laten komen, fysiek en mentaal. Laat de rust van binnen in jouw lichaam naar buitenuit uitstralen. Of laat de rust gewoon over je hele lichaam neervallen. Je kan je zitpositie ten alle tijden aanpassen indien je dat nodig vindt. Geen probleem. We gaan even ons lichaam helpen om zich te ontspannen. We gaan ons lichaam niet forceren om te ontspannen, dat gaat niet. We gaan eventjes gewoon helpen. We gaan even met onze aandacht naar ons aangezicht. En we laten alle spanningen los. Ontspannen de spieren rondom onze ogen. En ook de spieren van ons voorhoofd, onze kaken rondom onze mond, zelfs je kin, heel je aangezicht ontspant zich. Misschien verschijnt er zelfs een hele lichte glimlach op je mond. Adem gerust nog eens diep in en uit. Ga dan ook eens met je aandacht naar het topje van je hoofd. We ontspannen onze spieren van ons achterhoofd. Onze nek. Voel de spanningen wegglijden, ook van je schouders. Je bovenarmen, je ellebogen, ook je onderarmen, je polsen, je handen en je vingers en de topjes van je vingers. Voel hoe deze misschien een beetje beginnen te tintelen. We hebben alle tijd, dus niks hoeft je te forceren. Hoeft je niet te haasten, geef je lichaam de tijd en de ruimte om zich te ontspannen.
En met je aandacht eens vanuit je nek naar je rug. Zo helemaal naar beneden. Naar je heupen. Je benen, je knieën. Je hielen. Je voeten, je tenen en de topjes van je tenen. Je hebt je lichaam helemaal niet meer nodig. Dus we laten ons lichaam onszelf ook niet meer afleiden. Het lichaam voelt leeg aan. Zonder organen, bloed of beenderen, gewoon leegte. Een aangename leegte. Adem eens langs je neus in, heel diep, heel zacht en heel traag. En adem uit langs je mond. Nu doe je dit een aantal keer. En het lijkt wel alsof nieuwe energie naar binnen komt. Nieuwe, zuivere, pure energie. En bij elke uitademing ademen we oude gevoelens, oude gedachten. Ademen we uit. De oude energie of de oude zorgen verdwijnen uit ons lichaam. En wat er overblijft is een positieve energie, maar ook een leegte. Een leegte die aangenaam aanvoelt. Een puurheid, een zuiverheid. Ook iets wat fragiel en onschuldig, zoals een kind. Niet enkel binnenin ons lichaam voelt het leeg aan, maar ook buiten ons lichaam. Een leegte. Je bent helemaal alleen in deze ruimte. En deze ruimte is heel leeg. Geen spullen, geen meubels, geen mensen om je heen. Niks of niemand die je afleidt. Misschien zit je graag in een lege kleine ruimte. Of misschien zit je graag in een ruime ruimte, een ruimte zonder muren of plafond.
Het enige dat je ziet is een horizon. Je mag jezelf ook gerust voorstellen in de natuur, indien je dat wenst. Ergens op het topje van een berg, op het strand, in een veld. Waar jij je goed voelt. Het is een heel veilige plaats. Er kan niks gebeuren. Het is de plaats waar je nu even tijd neemt voor jezelf. En jij bevindt je in het midden van deze ruimte. Je zit er alsof je verankerd bent op deze plaats. Standvastig. Zelfzeker. Je durft deze tijd te nemen voor jezelf en je weet ook hoe kostbaar deze tijd is voor jou. Kostbaar en uniek. We hebben ons lichaam en ons bewustzijn even de kans gegeven om volledig tot rust te komen. We gaan dit ook even bewaken en we beseffen dat geen enkele gedachte dat die nu op dit moment nuttig is. We hebben daar helemaal niks aan. Indien je toch een gedachte hebt of een zorg, dan observeer je die. Je laat die gewoon passeren. Je observeert die alsof ze de gedachte is van iemand anders. En ga er niet op in. Heeft geen enkel nut op dit moment. En zo zullen gedachten komen en gaan. Bekijk ze als iemand die observeert, zoals je naar een film kijkt. Maar je bent de toeschouwer, je bent het publiek. Je bent niet de acteur in een film, noch de regisseur. Je probeert helemaal niks te controleren. En wanneer je die gedachten aanvaardt en accepteert, dan kan je ze ook loslaten. Dan zet je ze als het ware op een wolk en laat ze wegdrijven door de wind. En wat er dan overblijft is ook een leegte. En dat geeft jou de kans en de gelegenheid om je aandacht eventjes te helpen. En om met je aandacht naar het centrum van je lichaam te gaan.
Misschien gebeurt dit automatisch en voel je nu al het midden van je buik. Maar je mag ook je ademhaling gebruiken natuurlijk. Hiervoor adem je in langs je neus, opnieuw heel zacht en traag. En diep. En volg de weg van je ademhaling, van aan je neus, langs je strothoofd, je borststreek, helemaal tot beneden. Tot in het midden van je buik. Het is het eindpunt van de adem die je inademt. En ook het beginpunt van de adem die je uitademt. Dit keerpunt in het midden van je buik is een heel mooi en aangenaam punt. Je hoeft niet wiskundig precies te bepalen waar dit punt zich bevindt. Je hoeft helemaal niet na te denken. Je volgt je gevoel. En alsof je een bootje neemt bij het begin van je inademing, laat je meevoeren tot helemaal aan het eindpunt van de adem die je inademt. Laat je bootje meevoeren langs de weg van je ademhaling. En eens aangekomen aan het eindpunt, dan heb je je thuishaven bereikt. Thuishaven van je bewustzijn. De thuishaven van je denken. De thuishaven van je mentale toestand. De thuishaven van je geest. Hier kan het tot rust komen en zichzelf verfrissen. Schoonmaken, proper maken, met behulp van de zuiverheid en de puurheid die zich bevindt in je lege middenruimte, in het midden van je buik. Wanneer je met je aandacht naar dit punt gaat, zal je aandacht daar vanzelf blijven, want je aandacht weet dat dit een veilige en rustige plaats is. En dan hoef je helemaal niks meer te doen. Je hebt een aanzet gegeven en de rest gebeurt vanzelf.
kan je aandacht ook helpen. Of je kan je aandacht ook versterken in het midden van je buik. Door gebruik te maken van een visualisatie. Je stelt je daarbij een helder voorwerp voor. Een rond voorwerp. Ook helder en heel zuiver. Heel egaal. Kan een volle maan zijn. Of een zon. Een zeepbel of een kristallenbol. Je kan je deze voorstellen in het midden van je buik. Je hoeft deze zeker niet fysiek te zien met je ogen. Het is een gevoel. Je kan deze sfeer onmiddellijk voelen in het midden van je buik. Of je kan deze ook als het ware uitnodigen. Je kan deze even jezelf voorstellen vlak voor jou. En dan laat je die heel zachtjes binnenkomen. Langs je ogen of neus of mond. In je hoofd. En je hoofd wordt heel licht. Je laat deze sfeer dalen langs je strottenhoofd. Je borststreek. Zo langzaam naar beneden. Tot in het midden van je buik. Eens daar op die veilige plaats aangekomen, observeer je gewoon wat er gebeurt. Gebeurt er niks, dan is dat ook goed. Maar ervaar je iets? Dan observeer je dit gewoon. Elke ervaring is een goede ervaring. Maak je niet ongerust wanneer je iets ervaart dat je nog niet hebt ervaren ervoor. Geniet gewoon van om het even. Welke ervaring? We gaan nu ook eens gebruik maken van de mantra. Het gebruik maken van de mantra is ook om je aandacht in het midden van je lichaam te versterken of je aandacht terug te brengen wanneer het eventjes afdwaalt. De mantra zijn twee woorden die je kan reciteren, niet luidop, maar ook gevoelsmatig. Het is alsof je
de geluidsgolven van de mantra voelt, vertrekkende vanuit het midden van je buik. En je voelt hoe ze zich verspreiden, zoals concentrische cirkels, over heel je lichaam. Een zeer aangenaam gevoel, die je ook observeert. De mantra die ik gebruik, Samaraham, komt uit de oude taal, Pali, en betekent de juiste manier om het bewustzijn te zuiveren. Samaraham. Samaraham. Weet dat je op elk ogenblik terug kan keren naar het centrum van je lichaam, naar deze veilige thuishaven van je bewustzijn, ook gedurende de dag, met je ogen open, al is het maar een paar seconden, je kan steeds terugkeren. De zuivere kracht en de positiviteit die nu is ontstaan in ons lichaam en die zich heeft verspreid over heel ons lijf en ook erbuiten, kunnen we nu ook gebruiken of kunnen we nu ook delen. We kunnen de positiviteit en de liefdevolle vriendelijkheid voelen bij onszelf. En we kunnen het ook delen met anderen. Met mensen rondom ons, mensen die ons dierbaar zijn. Mensen die jij respecteert en die ook jou respecteren. Zij verdienen om gelukkig te zijn, om een zorgeloos leven te hebben, gezond en zonder lijden.
En ook de mensen die je minder goed kent, kennissen, of mensen die je nauwelijks ziet. Ook zij verdienen het om gelukkig te zijn. Om een leven te hebben zonder zorgen, zonder lijden, zonder pijn. Ook de mensen uit je dorp of de stad waar je woont. De mensen uit je land. Uit Europa. Over de hele wereld. Alle mensen verdienen het. Om gelukkig te zijn. Gezond. En een leven te leiden zonder lijden. Wat we onszelf en ook anderen zeker mogen toewensen, is een helder bewustzijn. En dan komen we heel geleidelijk aan het einde van deze meditatie. We worden ons bewust van de ruimte om ons heen. De ruimte waarin we zitten, de kamer, de stoelen of de meubels. De spullen. We horen de geluiden. We worden ons ook opnieuw bewust van ons lichaam. Je romp, je ledematen. En ook je hoofd. Je mag dan ook je lichaam wat strekken indien je dat nodig vindt. Je kan ook eens diep in- en uitademen. En wanneer je jezelf er klaar voor vindt, dan mag je je ogen heel geleidelijk aan opnieuw openen. Zo, dat was het voor deze avond of dag of ochtend. Ik weet niet wanneer je precies kijkt. In elk geval wens ik je zeker en vast nog een mooie tijd. Geniet ervan, van elk moment. En misschien tot volgende week. Dag.